Zoals jullie aan de titel van deze shoplog hebben kunnen zien en ook al in mijn vlog van laatst konden zien, ben ik naar de Primark geweest. En ik ga jullie laten zien wat ik daar allemaal heb gehaald. Ik begin met iets wat ik niet voor mezelf heb gehaald, maar voor mijn moeder. En dat is deze heerlijke sjaal met allerlei grijs tinten. Maar hij is heel fluffy, heel zacht en warm. En ik heb zelf al zo'n soort sjaal en mijn moeder had die laatst even om toen ze het koud had. En ze vond hem zo fijn dat ik dacht het is wel aardig om er eentje voor haar mee te nemen. En deze was 9 euro, maar het voelt echt als een hele goede sjaal. Ook heb ik nieuwe schoenen en dit zijn een soort van Clarks lookalikes. Ik heb laatst de echte zwarte gekocht. Ik wilde eigenlijk ook zo'n leuke warme herfstkleur omdat ik heel veel truien heb geshopt. In dit soort warme tinten. Dat hebben jullie ook wel kunnen zien in mijn laatste shoplog, denk ik. En deze waren maar 13 euro en ze zitten heel lekker. En ja, waarschijnlijk gaat het best wel snel het een beetje rimpelen, zeg maar. Maar goed, weet je, voor die 13 euro, ik vind ze leuk. Ik vind ze er prima uitzien. Dan nam ik een heel erg simpel truitje mee. En ik wilde deze eigenlijk ook graag in andere kleuren, maar ze hadden heel veel. Alleen nog in wat grotere maten en dat was gewoon heel jammer. Dus ik heb deze en het is eigenlijk een maat 40, deze zwarte, maar hij valt eerder als een 38. Ik heb 36 boven en hij zit ook mooi. Dus ja, het is namelijk zo'n heel stretchy materiaal. Het is een laag kooltruitje, wat je nu heel veel ziet. Dus niet helemaal tot hier, maar ongeveer tot hier. En hij heeft een ribbeltjespatroon en hij is gewoon super easy en zwart. Vond ik wel heel classy staan. En deze was maar 8 euro. Het is echt een heel fijn stofje ook. Dan nog zo'n heel simpel en goedkoop truitje waar ik helemaal dol op ben. Want deze heeft een hele bijzondere kleur, vind ik. Kijk, het is echt een hele mooie blauwe kleur. Blauw-grijs. Ik weet niet, misschien zit er ook nog een hintje groen in. Ik vind het echt prachtig. Hij heeft een V-hals en hij valt wat losser. Komt ook wel omdat ik een 40 heb gekocht. Maar ook je schouders zitten wat lager, zeg maar. Jullie zien op het aanbeeld wel hoe die echt precies valt als je hem aan hebt. En wat ik ook nog echt moet noemen is dat dit stofje is zo lekker zacht. Ideaal. En het is niet te dik en dat vind ik heel fijn voor als ik aan het werk ben, want ik beweeg veel als ik werk. Ik sta voor een kleutergroep en dan heb ik het liefst niet van die hele winterse truien aan, want je krijgt het al snel warm. En deze was ook maar 8 euro. Dan nog iets waar ik onwijs blij mee ben, want zoals jullie waarschijnlijk hebben gemerkt zijn de mouwloze jassen heel erg in. Eigenlijk een soort giletjes, maar dan het lange model ervan. En ik heb de zwarte meegenomen, ze hadden ook een witte, maar dan vond ik het stofje niet zo mooi eruit zien. Hij gaat gewoon vrij ver naar beneden door. En er zit ook nog een ceintuur in. Dus je kunt hem strikken. Persoonlijk vind ik hem los gewoon het leukste. En dit is eigenlijk ook weer een maat. Oh, dit is zelfs een maat 42. Hij valt een beetje wijd. Maar eigenlijk, ja, er zit toch al. Het is een vrij recht model. Dus ik vond het prima kunnen. Dus laat je niet meteen afschrikken door grote maten bij de Primark. Met sommige dingen zag ik wel echt toen ik het paste van oké, ik verzuip hierin. Maar met sommige dingen kan het alsnog gewoon heel erg leuk staan. En deze was 18 euro. Altijd als ik naar de Primark ga, dan neem ik ook weer sokken mee. En ik heb 7 paar footies voor 3 euro. Echt super cheap. Volgens mij kun je bijna nergens zo goedkoop krijgen. En ik heb eigenlijk altijd die van de Primark. En ze zijn prima van kwaliteit ook. Maat 37 tot 42, ja. Niet zoveel bijzonders over te zeggen. Ik vind die lage gewoon fijn, omdat ik meestal toch lagere schoenen draag. Ook kocht ik nog wat sieraden uit de sale, waaronder deze armband. Die was van 3 naar 1 euro gegaan en dit is eigenlijk een bangle. Ik weet niet of het duidelijk overkomt, maar heel erg tof wel. Ik hoop trouwens, ik had hem wel gepast, toch? Ja, gewoon opeens te twijfelen. Die kun je dus gewoon zo om je arm dragen en dan zakt hij een beetje naar onder. Vind ik wel heel tof. Het geeft een beetje zo'n modern gevoel, vind ik. Nou, ook nam ik iets mee wat niet per se mijn ding is. Maar ik vond het gewoon wel heel tof. En ik dacht misschien een keer voor een make-up look of zo. Hij had gewoon echt wat speciaals. Het is zo'n choker. Zoals je nu veel ziet. Dus eigenlijk wat je vroeger ook had. Net alsof je een soort tattoo om je nek hebt. Zo'n elastisch bandje. En daaromheen hangen dan nog wat sieraden. Dus nog wat, ja, juweeltjes eigenlijk. Oh, ik zie dat hij nu een beetje gek hangt. Maar goed. Gaat om het idee. Volgens mij is hij al ergens los. Moet ik hem even vastmaken in het ringetje. Maar ja, ik vond het wel grappig. En hij was 3 euro. Zo. En hij was 3 euro. Mijn stem sloeg even over. Nou, dan iets in mijn favoriete kleur. Deze bordeaux-rode donkerpaarse kleur. Dit was een shirtje van een tientje. En deze heeft zo'n hele leuke twist aan de voorkant. Zoals je ziet. En aan de achterkant is hij dan ietsje langer. Heel erg mooi valt hij. Leuk met een gewoon een zwart hemdje eronder. Want hij schijnt ietsje door anders. Super leuk voor uitgaan ook. Ietsje chiquer terwijl het wel heel comfy zit.
En ik heb zoiets al in het grijs. En ik vond dit wel een leuke toevoeging. Ook nam ik een setje met ringen mee. Deze, ik vond die marmer. Het is natuurlijk niet echt marmer. Maar die details op sommige van deze ringen wel heel leuk. En dit is zo'n soort ring die aan elkaar zit. En dan is het verbonden met een kettingje. Ik heb maat M meegenomen. Dus voor sommige vingers zijn ze te groot. Ik kan ze niet allemaal tegelijk dragen. Maar dat vind ik sowieso too much. Maar gewoon voor afwisseling vind ik het wel leuk. Deze waren 5 euro. En dan alweer het allerlaatste item. En dat is echt heel raar misschien om te zeggen. Maar ik vind het eigenlijk best wel een lelijk ding. En daardoor vind ik hem leuk ofzo. Want de kleur is eigenlijk lelijk en leuk tegelijk. Kijk, het is zeg maar echt zo'n groen-geel kleurtje. Dat je denkt van, een beetje raar ofzo. Maar toch heeft het wel weer wat en is het lekker herfstig. En het is ook nog een heel groot en vormloos ding. Met een hele hoge hals. Die valt een beetje zo, zeg maar. Kleine boothals zou je haast kunnen zeggen. En dan is het echt gewoon zo'n ding. Kijk, ik doe het ook even heel wijd. Dan kun je het goed zien. Wat echt geen vorm heeft en vrij lang valt. En de mouwen zijn dan wel weer strak. Maar het zat zo lekker. En stiekem vond ik het wel iets hebben. En ik dacht misschien met een riempje of zo. Kan het ook nog buiten huis. Maar anders vind ik hem gewoon voor thuis echt heel erg leuk. En er zit echt wol in. En dat zie je ook wel. Want er zit zo'n soort van stoffig laagje overheen. Dat geeft het toch wel een iets duurder effect, vind ik. En deze was 14 euro. En ik had hem ook gewoon nog in zwart en grijs. En wat meer safe kleuren. Maar ik dacht, ik doe gewoon deze. Ik vond het wel leuk. Nou, dit was dan mijn shoplog van de Primark. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal en meer willen zien, klik dan hieronder op abonneren. Zou ik echt heel erg leuk vinden. En kijk ook eventjes mijn vorige video en een andere aanbevolen video die ik hier naast mijn hoofd zet. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie heel graag weer in de volgende video. Doeg!